Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door deze partijen. Vandaag in Holland Horecaland gaat Henk kijken bij de horeca in de Bollestreek. Ook zien we hoe onder andere bitterballen worden gemaakt bij de heren van Loosdrecht. En we kijken hoe gemakkelijk een bartafel kan worden opgezet. Honderden kisten met bollen, die heren die zijn hier aan het uitgraven. Niet zo gek, want we zijn hier in de Bollestreek, Lisse en omgeving. In barre tijden, in de oorlog, werden die bollen wel eens gegeten. En dat deed je niet voor je lol. Waar eet je tegenwoordig nou wel voor je lol in de Bollestreek? Dus geen bollen. Hi, ik ben Henk. Hallo Henk, welkom. Wat een schitterende. Ja, leuk hè? Ja, dat is een echte oude. Die is echt oud, ja. En stel nou hè. Lavendel, het ruikt lekker. Ja, nou, ik ruik het hier al, maar stel dat ik hier zou zitten hè. Stel hè, zou gezellig kijken. Heb ik dan de kans, als ik op de goede tijd kom, dat hier het bloemencorso voorbij komt? Het rijdt bijna over je tenen heen. Het rijdt hier gewoon voor je neus langs. Geweldig. Zullen we hier gaan zitten? Ja. Ik heb mijn ogen natuurlijk niet helemaal gekregen om ze in mijn zak te steken. En al kijk ik om me heen, en dan zie ik veel mooie erotiek. Kunst. Ja, maar met een erotisch thema. Ja, nou deze twee kunstenaars die gebruiken veel vrouwen als voorbeeld. En nou eet en drink je ook met je ogen. Hè? Absoluut. En die ogen die krijgen als het ware eerst worden die lekker gemasseerd. Voordat je iets op je bord krijgt, mag ik het zo zeggen? Ja, eten is voor een heel groot gedeelte ook zien. Ja. Is het de subtiele keuken of kan je ook gewoon een lekkere grote biefstuk krijgen? Dat is nou juist het leuke bij ons. Dat kun je allebei. Wij hebben een fantastische moderne keuken waar je echt de meest prachtige gerechten kunt eten. Maar je kunt bij ons ook gewoon een schitterende ribeye eten uit Noord-Amerika. Mais gevoed, prachtig stuk vlees. Ja. Met een lekker steekmes. Dat kan dus ook. Oh, het is ongeveer lunchtijd. Ja, jij kan vind je het leuk als ik wat neerzet? Nou, een kleinigheidje. He, ik moet een beetje op mijn gewicht denken. Ik ga even vragen of ze even wat voor je maken. Ja. Kijk, dat is een... Japans iets. Dit is sashimi van wilde zalm, tonijn en gamba. Dit is tartaar. En wat is dat? Dat zou ik niet weten. Zaanse mosterdsoep. Dan begin ik met de gamba. Een stukje gamba. Helemaal en precies goed gebakken. Lekker hè? Het is wilde zalm, hè? Ja, ik zie het aan de kleur. Kun je goed aan de kleur zien. Ja. Ietsje duurder in de inkoop, maar wel veel lekkerder. Ja. En kijk, zo ziet wilde zalm nu zijn. En zo als je hem koud. Zoveel lekkerder dan gewone zalm. Ja. Dit is vast tonijn. Toch? Dat is tonijn, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Hij is niet droog, hij is een sappig visje. Goed op smaak. Nou, dit is een heerlijk lunchgerecht, er moet de zon bij schijnen. Zalig. Ik zeg ook altijd, als mensen bij mij de zaak uitgaan, dan moeten ze het gevoel hebben dat ze echt met liefde zijn behandeld. Dat ze een fijne avond hebben gehad, dat ze het echt naar hun zin hebben gehad. En, ik moet je ook zeggen, ik heb hier qua eten ben ik met liefde behandeld. Als je me niet denkt dat je nou een kus geeft. Dankjewel. Graag gedaan. Er zijn in Nederland 5 café-restaurants die Hutson heten. Maar er is maar 1 die precies tegenover een prachtig wit kerkje ligt. En dat is deze hier in Noordwijkerhout. Goedendag allemaal. Vrouw, man. Serge? Ja, goedemiddag. Ah. Hi. Hi, ga zitten. Dankjewel. Serge, er zijn natuurlijk sowieso 5 Hutsons in Nederland. Dat klopt. Wat maakt deze anders dan die andere?
Nou, ten eerste het uitzicht op de Witte Kerk. Ja. Het geweldige terras wat we hebben. Fantastische, leuke bediening. Ja. En natuurlijk onze famous Hudsonburgers. Niks zeggen. Een Hudsonburger is een hamburger? Dat is een hamburger, inderdaad. Oké, okay. En wat maakt hem dan zo Hudsonachtig? Nou, eigenlijk zit het geheim een beetje in de saus. Onze hamburgers worden bereid uit 100% rundvlees. Die worden elke dag vers bereid. Omdat wij dus met dagverse producten werken, zitten er ook producten in de hamburger die gevoelig zijn. Maar het is echt gewoon puur voor de smaak. Zo belangrijk is die smaak bij jullie. De smaak is heel erg belangrijk. Nou ben ik op hamburgergebied een zeurkous. Dus ik denk, oh, lekker hamburgertje. Ik hou dat die rosé is van binnen en niet zo'n doorgebakken reep schoen zo weer, weet je wel, wat je vaak krijgt. Dus ik kom binnen, ik zeg, maar die fameuze Hudsonburger, graag rosé. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Juist, onze hamburgers worden juist een klein beetje medium doorgegeven. Ja. Zodat je nog dat standaard? Standaard. Dat is een beetje onze, dat hoort een beetje bij de Hudsons. Jullie doen ook cocktails? Wij doen zeker cocktails, ja. Nou, zijn er ongelooflijk veel fameuze cocktails en ik ben wat ouder dan jij, laat ik het zo zeggen, de meeste heb ik wel eens geproefd. Hebben jullie ook een eigen cocktail? Wij hebben inderdaad een eigen cocktail. Dat noemen wij de Hudson Split. Ja. Dat is een hele lekkere cocktail. Ik weet niet of dat de ingrediënten... Ja, dat kan jij wel zeggen, maar is die al gerecenseerd? Nee. Hier zit je recensent. Ja. Mag ik hem proeven? Je mag hem zeker proeven. Als ik me toch in jullie fameuze cocktail waag, doe mij er een hamburgertje bij, maar jullie hebben meerdere soorten hamburger. Dat klopt, ja. Past hier een pittige bij? Ik heb een hele lekkere hamburger voor jou, denk ik, wat heel goed bij de cocktail past. Ja? Oh, mevrouw, dank u wel. En nog een keer dank u wel. Dank je wel. Dus dit is hem. En dit is die... Ja, dat is onze Hudson Split. Het is wel heel lekker, maar geen idee wat erin zit. Dat kan je wel vertellen, maar... Dan ontneem je mij het excuus om even door te proeven. Ja, nee, ga je gang. Niet te lekker van. De eerste hap is natuurlijk de binnenkomer, hè? Mm. Ja. Ja? Ja. Ja, als hij hem goed vindt, is hij echt goed hoor, want hij is een zeurkous. Hij is echt heerlijk. Ja, het was even doorvechten, maar het is me toch gelukt. Het is een grote, ja, dat klopt. Dankjewel. Graag gedaan. Doe je ook tussenhaakjes dat je gewoon een half liedertje mee naar huis kan nemen? Doe wel takeaways, maar geen drankjes. Hè? Moet je nog even over nadenken. Het beleid kan nog verbeterd worden wat dat betreft. Doei, doei! Midden in de Bollenstreek en kijk eens in de hoofdstraat van Sassenheim een bol. Hoe symbolisch kun je zijn? Hier ligt een prachtig gebouw met bovenin een kapel. Ik heb er namelijk ooit gegeten in die kapel. En het is tegenwoordig een Italiaans restaurant dat Danoi heet, bij ons. En het schijnt bellissimo te zijn. Goeiedag, ik ben Henk. Tony, dan zoek ik jou niet, want ik zoek Felice. En dat zijn jullie ook niet, dan moet jij het. Hallo. Hi. Buongiorno. Ja, dat is Italiaans voor goeiedag. Dat is Italiaans, hè? Ja. Ik ben hier jaren geleden een keer geweest. En ik herinner me dat er boven een kapel was met een houten plafond. Heel mooi en sfeervol. Dat is er nog steeds. Nog steeds? Ja. Het is een prachtig restaurant. Het ziet er leuk uit. De bediening is wonderschoon, toch? Maar ja, als ik aan een Italiaans restaurant denk, denk ik altijd aan veel pizza en weinig daarnaast. Is dat bij jou ook zo? Nee, we hebben pizza gewoon erbij omdat het een groot restaurant is. Ja. Maar we zijn meer gericht op echte restaurants. Ja? Lekkere specialiteiten, Italiaanse specialiteiten. En ik mag hopen dat het allemaal Italiaanse specialiteiten zijn? Tuurlijk. We werken nu op deze periode lekker met veel truffel en zo. Truffel? Dus ja. Zwarte of witte? Op deze moment is zwarte en de witte die komt er dadelijk zo aan rond oktober. Oh, wat even de typisch Hollandse vraag. Wat kost nou een lekkere steak met geschaafde truffel? Nou, bij ons we hebben op deze periode een mooie filetto met taleggio kaas en truffel.
Maar we geven gewoon rond de 24, 55. Dat is niet zo duur. Ja. Truffel is enorm kostbaar. Ja. Oh. Een ripasso. Maar als je eten half zo lekker is als deze wijn, is het helemaal top. Dank je wel. Dat gaan we nu testen. Gaan we dat doen. Zometeen schuift Henk weer aan tafel bij het volgende restaurant. Maar nu eerst kijken we hoe een bartafel binnen een minuut wordt opgezet. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door horecasite.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vakbeurs Gastronomie. Hartstikke druk hier op het terras, behalve aan de staattafels. Dat zijn deze dingen. En dan kun je er nou staan, maar je staat zo ongelukkig dat ze tegenwoordig maar barkrukken omheen zitten. Het is geen ideaal idee. En nou las ik in de horecavizier dat er een staattafel is uitgevonden die wel ideaal is. En die heb ik hier laten opzetten. En het eerste wat je dan opvalt is dat er een voetensteun aan is. Dus je kan er lekker aan hangen. En denk je van, nou weet je wat, ik wil mijn jasje even ophangen. Kan ook, want er zitten haken aan. Kun je ook een tas aanhangen of je baby als je er vanaf wil. Dit is weer een stalen top, als je iets wat morst. Even een doekje eroverheen en het is klaar. Het is een ideaal ding. Je kan er met 8 man aan staan. En als je dan iemand naast je hebt staan die je niet leuk vindt, ga je er zo gewoon met je rug naartoe staan. Echt ideaal. En nou heb ik me laten vertellen dat een handig mens dit ding op kan zetten binnen de minuut. Meneer, mag ik u wat vragen? Bent u een beetje handig? Nee, eigenlijk niet. Totaal niet handig? Nee, totaal niet. Nee. Wil u een biertje verdienen? Lekker. 2 biertjes. Heerlijk. Dit is een tafel. Kijk, dit is het prototype. He, ander blad. Zit zo, zit een voetsteun aan. Dit zijn de ingrediënten. En het schijnt dat een handige mens ze binnen een minuut op kan zetten. Neemt u de uitdaging aan, want als het je niet lukt, krijg ik 2 biertjes van u. Oké. Hand erop, 1 minuut. Het gaat nu in. 8 seconden. Nou, ik ga niet moeilijk doen, maar ik ben wel een stuk handiger dan u zei dat u was, hoor. Ja, ik help niet, hè? Dat begrijpt u, hè? Want ik win graag 2 biertjes. Veertig seconden. Vijfenvijftig seconden. Ja, mijn klokje zegt 1 minuut en 1 seconde, maar die 1 seconde schenk ik niet. Het is gelukt, je hebt 2 biertjes verdiend, dan wil je heel even wachten, dan drinken we ze samen op. En dit is dus die staattafel waar geen woord te veel van gezegd is, want hij staat binnen een minuut. Nou goed, hij deed er een seconde langer over, maar eerlijk is eerlijk, hij heeft van zichzelf gezegd dat hij ongelooflijk onhandig is. Ik vind het een super uitvinding en er zit ook nog een heel mooi brandmerk op. Dus hij is nog hip ook. Dutch design. Hij was zo snel dat het voor u wel eens te snel zou kunnen zijn. Wilt u meer informatie? Kijk even op onze website. Hoi hoi! We zijn hier in de ruimte waar het proces plaatsvindt van de productie van de producten van de heer van Loosdrecht. Hier worden de kroketten echt gedraaid en tot een product gevormd. Naast de kroketten hebben wij ook het madammeke ontwikkeld. En het madammeke, dat is een kaasbitterballetje met blokjes mooi ambachtelijk gerookte beenaam. En daar vindt op dit moment het productieproces hiervan plaats.
Ze gaan hier door de leidingen heen, over de lopende band, door het eiwit en door de paneer. En daarna opnieuw door een laag paneermeel, zodat we die kenmerkende, robuuste korst van de heren van Loosdrecht creëren. En aan het einde van de band zijn de madammetjes klaar en worden ze in handzame dozen voor de horeca verpakt. Klaar voor consumptie en wij zeggen geniet ervan. De heren van Loosdrecht maken een natuurzuiver product van hoge kwaliteit. En ambachtelijk geproduceerd, zoals u hier in de fabriek kunt zien. De kroketteurs gaan met de ketels de salpicon bereiden. Dat gebeurt met de bouillon die in deze ketel een nacht lang heeft getrokken. Aan het eind van de dag laten de kroketteurs de ketel vollopen met water. Hier gaat het scharrel rundvlees in, samen met verse groenten en een geheim kruidenmengsel. Het vlees heeft een 2-sterren Beter Leven keurmerk. Het motto van de heren van Loosdrecht is: wij verkopen geen zout, wij verkopen smaak. In plaats van zout worden lavas toegevoegd om het zoutgehalte omhoog te brengen. De kroketteur heeft net salpicon gemaakt, die wordt teruggestort in de bakken om een nacht af te koelen en op te stijven. En na 24 uur is er een salpicon gereed om tot kroketten gedraaid te worden. In de 3 vormen die de heren van Loosdrecht aan de horeca presenteren. Voor meer informatie over de bedrijven kunt u kijken op sbs6.nl/Holland Horecaland. In dit blad voor fijnproevers, gastronomie, wordt dit restaurant in Heemstede, Le Cheval Blanc, het witte paard, de hemel ingeprezen. Toch eens even kijken hoe lekker het echt is. Hallo, ik ben Henk. Henk, Tom, welkom. Hi Tom. Lekker zitten. Dankjewel. Je hebt al wat ingeschonken. Ik heb al een lekker glaasje Verdejo ingeschonken voor je. Tom, dit is een sterrenrestaurant. En ik weet dat heel veel mensen bij het woord ster gelijk de hand op de portemonnee leggen. Denk eens, voor mij, hoe graag ik het ook zou willen, is voor mij niet betaalbaar. Is het hier ook een beetje duur? Duur is een relatief begrip. Nee, duur maak je het zelf. Je betaalt hier een hele schappelijke prijs voor mooi eten. We hebben bijvoorbeeld een 3-gangen menu vanaf €39,50. Drie gangen. Elke gang of nee, bij elkaar? Bij elkaar. 3 gangen, totaal €39,50. In een beetje restaurant betaal je een soort gelijke prijs. Je precies. Je hebt dan geen ster. Nee. Wacht even, nou ben ik een mens en ik heb een idee. Ja. En ik denk dan dat zelf, ik sterrenrestaurant, dat is natuurlijk wel heel lekker, anders krijg je een ster. Maar ja, je moet eerst wel een week gespaard hebben. Klopt dat? Nou, nee, vind ik niet. De prijzen zijn wel boven gemiddeld, dat is wel waar. Ik kan niet zeggen dat wij goedkoop zijn, maar... Wat kost een 3-ster? Wat kost een 3-gangen? 3-gangen menu bij ons, €39,50. Voor, hoofd, nagerecht. Maar dat goed 3-gangen menuutje kost minimaal €30. Precies. En ja. In een beetje middenklas restaurant, €37. Juist. Dus je bent er iets dalen duurder op 3-gangen. Ja. Henk. Ja, oh, dit is vis. Dit is vis. Dit is schoolfilet. Het is een plaatje. Mooi, hè? Okay. Dit is schuim. Maar... schuim van langoustien. En die ligt hier. Daar liggen de langoustines bij. De klein. En nou, dit is dus een gerecht wat wij serveren in een 3-gangen menu. In dat blad waar je het net over had. Gastronomie. Ja. Ja. Voilà. Daar staat een groot stuk in over onze sous-chef. Die heeft meegedaan aan een wedstrijd in Haarlem. De Zilveren Amuse, die heeft hij gewonnen. Hij is patissier. Hij maakt bij ons alle desserts. Worden vers gemaakt. Hebben we een speciaal mannetje voor? Hebben wij een speciaal mannetje voor. Die staat dus in dat blad. En hij heeft dus een dessert ontwikkeld. Waarbij we 8 structuren van pure chocola... Nou, ben ik een pure chocola eten. Maar wat zijn 8 structuren van pure chocola? Nou, dat laten we je even zien. Ja. Kijk, dit is het dessert. En dit zit ook gewoon bij dat 39,50 minuut? Dat kan. Dat is toevallig nu even aardbeien, want dat is het seizoen. Ja, oké.
Maar dit is wat hij maakt. En hij maakt dus acht structuren. Dus we praten over glazuur, over gel, over crumble, over mousse, over bros, parfait. Ja, bros, dat kennen we allemaal. Ja. Maar dat ken ik alleen maar van dat... Van de reclame? Ja, nou, ik ken dat... Vroeger at je dat. Ja. En dan was dat een reep bros. Ja. Maar dat was altijd melkchocola. Ja. En ik heb 100 keer liever puur. En dit is pure chocola. Oh, man. En ieder onderdeel smaakt dus ook anders, terwijl het allemaal pure chocola is. Ja, maar dit is toch wel iets anders dan een chocoladetoetje, juist, toch? Bollen hebben qua smaak een slechte reputatie. Qua schoonheid en terecht een grote. Maar wat ze in de bolstreek op het bord weten te toveren, het is adembenemend. Ik ga naar huis. Hoewel, doe je ook halve desserts. Zeker, Henk. Volgende week in Holland Horecaland zien we hele bijzondere restaurants in Almere en komen we bij het familiebedrijf Kesbeke, waar op traditionele wijze tafelzuren worden gemaakt. Daar zien we het proces van het inleggen van augurken. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.